Welkom bij Iribof. Onze hoofdactiviteit is weefselkweek. Het ontwikkelen van protocollen voor vermeerdering. En het vermeerderen van planten op grote schaal. En daarnaast doen we ook ondersteuning voor veredeling. Dus wij proberen eigenlijk ook het hele pakket aan veredelingstechnieken vanuit het laboratorium aan onze klanten te leveren. Totaal werken we op dit moment met een kleine 600 mensen, waarbij zeg 90 personen hier op deze locatie in Heerhugowaard. Dit is de hoofdvestiging, hier doen we het onderzoek. Hier hebben we een analytisch laboratorium, we hebben kassen. Weefselkweek is heel arbeidsintensief, dus als je dat op grote schaal wil doen, dan kan dat eigenlijk niet in Nederland. Dus we hebben twee grote buitenlandse locaties, in Macedonië en Ghana, waar we op grote schaal planten vermeerderen. We hebben zeg 500 klanten. We werken met meer dan 350 gewassen. Totaal 10.000 cultivars in weefselkweek. Dus die variatie is heel groot en we zien dat er ieder jaar weer nieuwe gewassen bijkomen. We proberen ons te onderscheiden om gewassen te kunnen vermeerderen die over het algemeen heel moeilijk zijn of waarbij vermeerdering niet mogelijk is. Dat is vaak wel een lange weg. Pioen, dat loopt nu, daar maken we behoorlijke producties van. Tulp, daar zitten we nu in de pilotfase en daar verwachten we over 2-3 jaar op grote schaal te kunnen leveren. We zijn hier in de opplantruimte, waar de weefselkweek in grond wordt gezet. 2 jaar geleden hebben we deze cel neergezet. Hierbij zijn de omstandigheden altijd hetzelfde. We hebben nu net een bouwvergunning binnen om 25.000 vierkante meter neer te gaan zetten. We hebben gewoon van heel veel klanten, heel veel, maar ook mensen uit de omgeving reacties gekregen. Het is hier lokaal op de radio geweest. Dus we merken dat het heel veel impact heeft.